Maar we beginnen met een drama, een politiek drama. Althans, dat vindt publicist Paul Scheffer. Hij vindt dat de kabinetten Kok verloren jaren zijn voor de politiek. Maar ook de oppositie heeft het in zijn geheel laten afweten. Den Haag is vervreemd van Nederland en de zo geroemde Wim Kok laat een omstreden erfenis achter. Dat schrijft Scheffer in een essay in het NRC Handelsblad van gisteren. Het nieuwe talent van de Partij van de Arbeid, de misschien wel ook nieuwe topman van die partij, Wouter Bos, gruwt van dit soort politieke doemdenkerij. Heren, van harte welkom. Meneer Scheffer, u noemt het artikel ook de verloren jaren van Kok. En je zou zeggen van die man die heeft zo'n warmte straalt hij uit en dat is vadertje staat. Dus dan zou je zeggen, nou die kiezers moeten toch in hem geloven. Maar u heeft het over een vertrouwensbreuk tussen kiezers en verkozenen. Ja, voor u zit een zwevende kiezer. Dat is een ongemakkelijke positie. En ik ben natuurlijk, en dat is altijd als je iets schrijft, ga je bij jezelf te raden. En ik heb me afgevraagd waarom mijn distantie ten opzichte van de politiek, zoals die zich in het parlement afspeelt, maar ook in de regering, waarom die zo groot is geworden. En ik heb natuurlijk gemerkt dat ik niet de enige ben. Er zijn natuurlijk velen die op dit moment zweven. Ik geloof een record aantal, goed voor 50 zetels. En daarnaast zien we natuurlijk de opkomst van partijen als Leefbaar Nederland, Lijst Fortuin. En wat ik niet begrijp is dat die opkomst van dat soort partijen, die zich dus afkeren ten opzichte van de gevestigde politiek, niet wordt aangegrepen door partijen als de Partij van de Arbeid, maar uitdrukkelijk niet alleen de Partij van de Arbeid, maar ook de VVD en anderen, om tot zelfonderzoek te komen, om zichzelf de vraag te stellen, wat is hier aan de hand? En ik dacht van, daar moeten we naar op zoek. Want ik zou het verschrikkelijk jammer vinden als dit soort stemmen en dit soort afkeer ten opzichte van de politiek het zou winnen uiteindelijk. En ik hoop dat is die partijen die nu zich eigenlijk terugtrekken in een zeer gemakkelijke positie. En zeggen de burgers zijn bevangen door onderbuikgevoelens. Melkert met zijn vuistjes die riep Nederland wordt wakker. Zijn volgens mij een eeuw vergisten. Deze in de jaren 30 leven. Tom de Graaf die van mening was dat Anne Frank er vast anders over had gedacht. Al die opvattingen waarbij eigenlijk gesuggereerd wordt, die burgers zijn bevangen door onderbuikgevoelens, hebben geen reëel beeld van de werkelijkheid. Ik dacht die partijen zouden toch werkelijk meer moeten doen dan dat en tot zelfonderzoek overgaan. Ja. Dat heb ik geprobeerd in dat stuk. Het is een open uitnodiging en het is ook niet bedoeld om daarmee te zeggen, voor mij is hier een streep getrokken, punt. U heeft het over, voor u zit een zwevende kiezer, maar u besluit uw artikel met te zeggen, voorlopig ga ik niet stemmen, dus we hebben misschien wel meer met een afkeerige kiezer te maken. Nee, het is uitdrukkelijk natuurlijk bedoeld als een uitnodiging om tot dat zelfonderzoek te komen, om tot een veel zelfkritischer diagnose te komen over wat er aan de hand is. Om veel kritischer te kijken, zeker naar de afgelopen 4 jaar. Daar komen we vast nog over te spreken, wat daar dan over te zeggen valt. Maar in ieder geval vind ik dat je je niet zo makkelijk kunt afmaken op het moment dat je ziet dat er brede groepen kiezers in beweging zijn. En dat een partij als Leefbaar Nederland, maar ook de Lijst Fortuin, eigenlijk met zoveel gemak een gat kunnen slaan in de pretenties die in Den Haag over dat gevoerde beleid bestaan. Dat is eigenlijk ondenkbaar. Dan is er dus meer aan de hand. Mij lijkt het wel. Absoluut. Noem eens één punt. Nou ja, ik bedoel, als je dan naar de jaren van Kok kijkt, dan zie je daarin een samenvatting van de kracht van het Nederlands bestel en ook de zwakte. De kracht daarvan is conflictvermijding. We leven in een zeer vreedzame samenleving. Dat is een groot goed, dat benadruk ik ook in dat artikel. Ik maak er geen cliché van of geen karikatuur. Ik zie heel goed de kracht van die jaren, maar ik zie ook de zwakte, want die conflictvermijding is uitgegroeid tot een algehele vermijding. Te veel problemen zijn op de lange baan geschoven. Laat ik er één noemen. De arbeidsongeschiktheidswetgeving. In 1990 heeft Kok daar een begin mee gemaakt bij de herziening van de wetgeving op dat punt. Nu zijn we 12 jaar verder. We lopen tegen 1 miljoen arbeidsongeschikten aan, wat ik echt een absurd hoog aantal vind voor een welvarend land als Nederland. Het kan niet zo zijn dat dat de uitkomst is van al die jaren. Kok heeft zelf als vakbondsvoorzitter natuurlijk meegeholpen aan het misbruik van die regeling. En je ziet een permanent onvermogen om zo'n nijpend probleem tot een oplossing te brengen. Ik vind dat onbegrijpelijk, dat sleept maar voort. Dus en ik zou zeggen, die vermijding om daar niet op in te gaan, om voortdurend maar om electorale redenen of andere redenen die problemen voor je uit te blijven schuiven. Ik vind het slecht. En waarom? Omdat het namelijk niet een sociaal gebaar is. Het gaat niet erom dat het te veel geld kost. Waar het om gaat uiteindelijk is dat het uitstoten van overtollige mensen, zoals nu gebeurd is, als arbeidsongeschikt. En eigenlijk zit er dus een grote verborgen werkeloosheid onder. Van mensen die eigenlijk in ons
systeem met een hoge arbeidsproductiviteit blijkbaar niet meer gebruikt kunnen worden. Die zijn gebrandmerkt voor hun leven als arbeidsongeschikt. Daar zou het over moeten gaan. Voordat we beginnen met die voorbeeld die ook in UWC heeft genoemd. Ja. Terug naar de fundamentele kritiek. Eigenlijk dat de politiek in Den Haag het en ook de oppositie dus helemaal heeft af laten weten. En dat Kok daar niets van heeft gebakken. Ik zeg het even heel hard, maar dat is toch prikkelt. Goed, maar ik wil even Bos. Ja, dat begrijp ik, maar ik wil even Bos ook wat prikkelen om er goed in te gaan. Ja, dat is niet zo nodig, want ik was wel geprikkeld nadat ik het gelezen had. Ik vond het echt, met name wetende ook wie de auteur is en wetende ook hoe Paul Scheffer in het verleden echt op heel belangrijke thema's heel evenwichtige bijdragen aan discussie gegeven heeft, vond ik dit echt teleurstellend en echt eenzijdig. Het lijkt er langzamerhand op, laat ik anders beginnen, Paul Scheffer besluit zijn artikel met te zeggen dat hij op 15 mei thuis blijft. Nee, dus kennelijk voorlopig thuis blijft. Ja, nou, goed, ik heb dus nog een kans. De eerste ronde is dan vandaag om hem te overtuigen om dat niet te doen. Maar alles wat daaraan vooraf gaat in dat artikel staat dus kennelijk ten dienste van die conclusie. En dan vind ik het dus heel jammer dat ook Paul Scheffer meewerkt aan een stemming waardoor het er langzamerhand op lijkt dat waar het op 15 mei om gaat straks, dat het dan zou gaan om wie het hardste klaagt over de talrijke problemen die we in Nederland maar hebben. Los van de stemming. Alle problemen die in dit artikel beschreven staan, zijn problemen die natuurlijk ook door ons onderkend worden en waarvan ook wij zien dat ze opgelost moeten worden. Maar je mag natuurlijk niet dan zeggen dat betekent dat daar 8 jaar lang niks aan gebeurd is. Maar Scheffer zegt heel duidelijk, hoe verklaar je, je kan niet alleen maar door die aan onderbuikgevoelens relateren, hoe verklaar je die gigantische aanhang voor Leefbaar Nederland, Pim Fortuyn en die enorme grote, het grote aantal zwevende kiezers? Nou, u hoort het mij ook niet aan onderbuikgevoelens relateren. Nee, maar uw voorman wel. Ja, maar u bent nu met mij in discussie en ik vertel u dat ik het feit dat leefbaarheidspartijen op dit moment heel goed scoren in de peilingen zeer serieus neem. Omdat ik denk dat het voor de politicus verstandig is om dan altijd eerst naar jezelf te kijken en af te vragen of er misschien toch dingen zijn die je niet goed begrepen hebt of die je misschien zelfs fout doet. Daar staan wel een paar andere dingen tegenover. Paul Scheffer vertelt in zijn artikel ook zelf dat de opkomst van dit soort partijen niet een puur Nederlands fenomeen is, maar dat je het ook elders in Europa ziet. In die zin heeft het dus ook niets met paars te maken als het ook in andere landen voorkomt. En daarnaast weet ook Paul Scheffer dat als we bewegingen onder de kiezers bekijken van de laatste decennia, we natuurlijk wisten dat dit moment eraan zat te komen dat de zwevende kiezer een heel reëel fenomeen zou worden. Zwevend niet alleen maar, zeg maar van Partij van de Arbeid naar GroenLinks, maar bij wijze van spreken ook van SP naar GroenLinks of van de VVD naar het CDA. De raarste sprongen zijn mogelijk en ook in grote getalen. Dat heeft te maken ook met hoe onze bevolking veranderd is en hoe mensen zich oriënteren. En ook dat is dus niet één op één te relateren aan wat dit kabinet nou wel of niet goed gedaan heeft. Dus u ziet het in een Europese context? Nou ja, dat heb ik zelf geschreven. Het tweede stuk gaat van mijn beschouwing gaat uitdrukkelijk juist om het in een internationale context te plaatsen. Maar het begint wel met een verwijt aan zeker dat afgelopen 4 jaar wat het kabinet heeft gepresteerd. Mij doet het allemaal veel te veel denken aan het kabinet Den Uyl van 8. Na 9 maanden al in een crisis verzeild en daarna eigenlijk voortsukkelend. Er zijn belangrijke dingen gebeurd. U gaat vast het belastingplan noemen, laat ik het noemen. Andere dingen zijn er gerealiseerd, maar over het geheel genomen. Als je, laat ik zeggen, de achterstanden in vooral de publieke sector, als je dat tot je door laat dringen, op het gebied van het onderwijs, op het gebied van vervoer, we hebben het al over de arbeidsongeschiktheidswetgeving die maar voortsleept gehad. Als je ziet het hele onzekerheid op het punt van asiel- en migratiebeleid enzovoorts. Als je dat geheel overziet, dan moet je toch tot de conclusie komen dat wat er nu zich electoraal in Nederland aftekent, daar ook mee te maken heeft. Een reactie is op 4 jaar lang, en dan kun je zeggen, ja, maar wij stellen dat zelf ook vast. Maar we hebben natuurlijk al 12 jaar de tijd gehad om met de regering en ook met andere partijen daar iets aan te doen. En ik vind het dus zo langzamerhand, als je voortdurend vaststelt, die tekorten zijn er, daar zijn we het over eens, dan zou daar toch een veel groter engagement, een veel grotere betrokkenheid. Laten we het onderwijs even dan bij de kop pakken. Daar zegt u van eigenlijk, daar zegt Scheffer van, kijk, het feit dat Ademunt is benoemd, dan neem je de kwaliteit van het onderwijs niet serieus. Ja, dat is voor hem een voorbeeld van dat het kabinet er niks aan heeft willen doen. Nou, dat lijkt me nou dus typisch gediscussieerd over personen en poppetjes waar je de debat waar we het eigenlijk over moeten hebben niet veel verder mee brengt. Maar ik wil toch wel even op het onderwijs hebben. Nee, ik vind Karin Ademunt natuurlijk een goede staatssecretaris. En dan valt verder, net zoals dat bij onderwijs het geval is en ook op al talloze andere gebieden, niet te ontkennen dat er natuurlijk de afgelopen 8 jaar ook op onderwijs, net als op andere gebieden, ook door dit kabinet dingen meer en minder gelukkig gedaan zijn. Maar wat ik niet pik, is de stelling namens zoals die in dit artikel staat, dat feitelijk we niet geïnvesteerd hebben in de
kwaliteit van het onderwijs. Dat is dus echt flauwekul. Nee, maar het gaat niet om het investeren alleen. Het gaat om de resultaten van het beleid. En als we dan zien dat de taakbelasting van leraren in Nederland in Europees verband verreweg het hoogst is. Als je ziet dat de uitval in het onderwijs, met name het voortgezet onderwijs, ook vergelijkend in Europa schrikbarend hoog is. Roel in het veld schrijft het zelf. Als je ziet dat de tweedeling in het onderwijs, zeker in de grotere steden, zich voltrekt. Kijk, dan zeg ik de balans daarvan, de wanverhouding tussen de ene kant de investering die gedaan is, aan de andere kant de uitkomsten van het beleid, zou met name een sociaal-democratische partij, maar nogmaals, ik beperk mijn verwijt werkelijk niet alleen tot de Partij van de Arbeid, VVD en anderen zijn daar minstens evenzeer voor verantwoordelijk, dan moet je zeggen, die uitkomst is gemeten aan de inzet buitengewoon zwak. En daar liggen verschrikkelijk grote problemen. En mij verbaast het dus niet als kiezers dat zien, dat ze dan een grote innerlijke distantie hebben of zich afkeren van... U vindt ademend daar een voorbeeld van? Nou, ik vind, laat ik zeggen, vergelijkenderwijs... ik vond ademend als partijvoorzitter niet verschrikkelijk sterk. En ik heb wel gedacht van, als je zo'n belangrijk terrein als het onderwijs, waarvan ik zou denken dat is de kern in een kenniseconomie, dat is werkelijk verschrikkelijk belangrijk voor de toekomst van Nederland. Als je zo'n belangrijke post aan iemand waarvan toch velen dachten of de verwachting hadden, dat is niet een verschrikkelijk sterke bestuurder. Er is groter talent in die Partij van de Arbeid aanwezig. En dan zou ik hebben gedacht, daar zou je verschrikkelijk veel meer nadruk op kunnen leggen. Goed. Misschien is de enige overweging. Er is kennelijk een groot misverstand in deze discussie. Ik wil één ding nog bijgezegd hebben, dat ik die kritiek niet betekent dat ik haar betrokkenheid of haar toewijding zou willen onderschatten. Ik zeg alleen vergelijkenderwijs vond ik dat een zwakke bestuurder in dit kabinet. Er is kennelijk één groot misverstand in deze discussie. En dat is dat ik het oneens zou zijn met Scheffer als hij zegt dat het feit dat kiezers zich in toenemende mate afkeren van de gevestigde partijen geen verband zou houden met het feit dat er grote problemen in Nederland zijn. En die zijn opgelost zijn. Er zijn grote problemen in Nederland. Er zijn een groot aantal problemen die inderdaad nog niet opgelost zijn. En daar gaat het straks om 15 mei dus ook al om. En al die partijen, de gevestigde en de niet gevestigde partijen, hebben dus oplossingen voorgeschoten aan de kiezer waar we straks uit kunnen kiezen. Maar wat ik niet pik is als u nou net aankomt met een verhaal over balans. Want u heeft hier een pagina volgeschreven in het NRC. En er gaan dus precies 3 zinnen in dat hele artikel over wat de paarse kabinetten wel gedaan hebben. De rest van het artikel staat vol over wat het kabinet niet gedaan heeft. Mijn taak als u dan aankomt met balans. Nee. Formuleren niet. Nee, want als u kritiek formuleert, als u een oordeel velt over de prestaties van het kabinet, vind ik dat daar een evenwichtige analyse aan vooraf hoort te gaan, waarin u dus niet alleen kijkt naar de problemen die er nog zijn, maar ook kijkt naar de zaken die we wel hebben gedaan. Dan heb ik ook benieuwd. Dan hoort u en ik heb het over de onmiskenbare verdiensten van Kok. Eén zin in de hele pagina, ik heb op het einde en die gaat niet over onderwijs, die gaat algemeen en die gaat ook nog over Kok als vakbondsleider en niet over Kok als minister-president. Nee. Ik heb gezegd, zijn engagement, zowel op het punt van het financieringstekort als op het punt van de werkgelegenheid, heb ik letterlijk staat als een onmiskenbare verdienste. Eén zin. Ja, maar het is ook wel de taak van de criticus om juist op die punten te wijzen en een verklaring te vinden waarom het onbehagen in de politiek en in de democratie zo is toegenomen. Dus ik kom niet met een verklaring als ik kijk alleen maar naar op het punt van het financieringstekort en de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld, laten we kijken naar het hele punt van de criminaliteit. Mag ik op dit punt, u matigt zich als criticus niet alleen een oordeel en analyse aan over waarom kiezers zich afkeren van gevestigde partijen. U geeft ook een oordeel over de prestaties van het kabinet. Ja, en die twee dingen en dat doet u door op één hele pagina één zin te wijden aan wat het kabinet wel gedaan heeft. Bovendien echt niet waar, want op het eind kom ik terug en dan zeg ik Kok belichaamd, staat er letterlijk. Kracht en de zwakte van het Nederlandse politieke bestel. De kracht. Dus ik heb helemaal geen eenzijdig oordeel. Bovendien zeg ik van luister eens, die verwijten die je kunt maken aan de Nederlandse politiek, plaats ik ook nog eens in een internationale vergelijking. En zeg ik, bovendien zie je dit soort bewegingen in andere landen. Dus het zou erg makkelijk zijn om alleen maar het verwijt te richten aan de politiek in Nederland. Ik plaats het in een bredere context. Dus volgens mij is het daar een verschrikkelijk evenwicht. Ik wou eventjes dit afronden. Ik wou nog een ander aspect uit uw artikel naar voren halen. Dat is namelijk dat u vindt eigenlijk dat de jaren Kok of het kabinet veel te veel naar het bedrijfsmatige en naar het bedrijfsleven heeft geluisterd. Heeft eigenlijk gekozen voor het bedrijfsleven en niet voor het publieke domein. Nou, dat is een... wat ik zeg is dat op sommige terreinen marktwerking absoluut een mogelijkheid is. Als er gewoon reële concurrentieverhoudingen bestaan. Maar als ik overzie wat er op het spoor is gebeurd bijvoorbeeld. Dan zie je dus dat daar marktwerking wordt geïntroduceerd. Maar die ertoe leidt dat de dienstverlening aan
de klant is afgenomen. Dat de prijzen niet naar beneden zijn gegaan, maar nog steeds hoog zijn. En het hele gedoe rond het spoor is natuurlijk in die zin een samenvatting van het onvermogen. Symbool staat dat voor. Omdat namelijk daar zie je, dus er wordt iets geprivatiseerd, maar wat eigenlijk een monopolie is. Er is geen concurrentie op het spoor. En daar zie je dus dingen verschrikkelijk misgaan. En meer in algemene zin vind ik dat er veel te veel in termen van marktverhouding wordt gedacht waar het gaat om de collectieve sector. Bijvoorbeeld waar het gaat over onderwijs als product. Ja, maar u heeft zorg het ook als over, product. Ja, en een bedrijfsmatige aanpak. Ja, nee, maar niet, het is natuurlijk helemaal niet zeggen efficiënt werken. Maar er is wel verschrikkelijk iets tegen. De tekorten die je nu vaststelt in de zorg, noem maar op. En de verwaarlozing van de cultuur van de publieke sector. Ik vind dat Kok, juist gezien het enorme krediet wat hij had, juist gezien waarmee hij in 98 kon beginnen met een bovenpartijdige positie eigenlijk, dat hij dat soort dingen had kunnen agenderen. Af en toe zijn grens had kunnen trekken en kunnen zeggen, hier gaan dingen maar fout. Op dat punt zou ik dan toch willen vragen om met me nog even terug te kijken naar wat dan die momenten waren in 1994 en in 1998, dat die twee regeerakkoorden geschreven werden. In 1994 was er in Nederland een land waarover in Europa geschreven werd om de Hollandse ziekte. De werkloosheid was hoog, de overheidsfinanciën waren beroerd, het was de hoogste prioriteit, dat vonden we allemaal, om de overheidsfinanciën op orde te brengen en om te zorgen dat mensen weer aan het werk kwamen. In 1998 waren we er nog niet. We kwamen nog steeds jaarlijks miljarden tekort als we wat we binnenkregen vergeleken met wat we uitgaven. De staatsschuld die ging nog steeds omhoog, de werkloosheid was nog steeds niet op het Europese gemiddelde. In 1998 werd het regeerakkoord geschreven in een tijd dat de Azië-crisis eraan kwam en dat we met elkaar enorm bang waren voor de dreiging van de millenniumcrisis. Dat werd later niet echt een crisis, maar dat was dus het gesternte waaronder toen de plannen gemaakt werden. In 1998 waren we nog niet klaar met het op orde brengen van onze huishouding in Nederland. De grote verdienst van Kok is geweest dat hij in al die jaren begrepen heeft wat je eerst moet doen in dit land voor je toekomt aan al die andere zaken. En wat je eerst moet doen als overheid is zorgen dat je je huishoudboekje op orde hebt en zorgen dat mensen aan het werk komen. En ik vind het zelf dus een enorm interessant fenomeen dat we vandaag de dag, de afgelopen maanden, geconfronteerd zijn met hele grote ontslagen. Bijvoorbeeld bij KPN en ook bij Philips en bij een heleboel andere bedrijven. Terwijl zowel u als ik zich waarschijnlijk herinneren dat als dat in de jaren 80 gebeurde, dan was er enorm grote onrust, vakbonden, van alles gebeurt. En vandaag de dag zie je dat kennelijk inmiddels er zoveel andere banen zijn in de economie en de arbeidsmarkt zodanig werkt dat dat niet leidt tot grote onrust en dat de mensen weer aan de slag komen. Dat is de verdienst van Kok. Ja. Daar moet je eerst komen en dan kun je ook naar andere dingen kijken. Ja, dat lijkt mij toch een te korte samenvatting van 8 jaar Kok. Dat is wel gebaseerd op feiten. Ik zeg, de verdienste van Kok is zeker op het punt van het financieringstekort en niet alleen van Kok, want dat zult u met me eens zijn dat het een voortzetting was van wat door de kabinetten onder leiding van Lubbers is ingezet. Dus dat was een veel bredere beweging, aanvankelijk zeer bestreden door de Partij van de Arbeid overigens, die sanering van de overheidsfinanciën. Dus laten we daar, laat ik zeggen, een algemenere verantwoordelijkheid voor zien van veel meer partijen en meer kabinetten. Maar het is onmiskenbaar waar dat dat essentieel was, alleen moet je vaststellen dat op veel terreinen, en dat heeft echt niet alleen met investering te maken, maar ook met een houding. Als ik nu een voorbeeld mag noemen van de criminaliteitsbestrijding. Ik herinner me nog goed dat 4 jaar geleden bij het schrijven van het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid, er werd voorgesteld om onderzoek te doen. We hebben het nog ineens over de uitkomst van het onderzoek. Onderzoek te doen naar recidive bij geweldscriminaliteit. Melkert en Wallagen waren daartegen, vonden dat geen issue. Die zeiden, mensen krijgen een gevoel van onveiligheid aangepraat. Nu zijn we 4 jaar verder. Ik stel vast dat Melkert en anderen nu ineens allerlei uitlatingen erover doen, vlak voor de verkiezingen. En die niet zijn ingebed in een systematisch idee over rechtsklimaat in Nederland. Dat heeft dus bijna met alleen maar geld te maken, met investering. Dat heeft met een houding te maken. Maar dat is wat u eigenlijk noemt, dat u draait het om, want u zegt waarschijnlijk, dat is marketingpolitiek. Hè? Want u zegt van, je kan kijken van, wat speelt er nu? En daar kan je als partij ook op inspelen. Want als ik constateer, is Scheffer de man van de principes, van de beginselprogramma's, van de visies, dat zegt hij ook. En u bent de man van, ja, van de marketing. Van nou, ik hoop het niet. Ik doe geen dag aan... U heeft ook een artikel geschreven dat daar ook naar verwijst. Van, ik doe geen dag aan politiek zonder dat ik mijn eigen persoonlijke beginselen probeer daarmee recht te doen. En dat draait wat mij betreft vooral om solidariteit en vrijheid.
Wat ik geschreven heb elders is dat ik vind dat het hebben van een beginselprogramma voor een politieke partij heel conservatief kan werken op zo'n partij als het gaat om de mate waarin zo'n partij zich dan kan vernieuwen. En steeds ook weer met nieuwe antwoorden kan komen op nieuwe problemen. En de snelheid waarmee nieuwe problemen zich aandienen is natuurlijk een veelvoud van waarmee dat vroeger gebeurde. Dan nu een antwoord op wat Scheffer zegt. Vier jaar geleden wilde Melkert er niks van weten van die... Nou, ik constateer twee dingen. Ten eerste gaan volgens mij de verkiezingen van 15 mei over het feit of we vandaag goede ideeën hebben over wat er de komende jaren moet gebeuren. En niet over of we daar 4 jaar geleden misschien het licht nog niet hadden gezien. 4 jaar iets terugzeggen. Ja, dat mag u ook, maar ik vertel u waar het om 15 mei over gaat. Ja, dan gaan we 15 mei, gaan we het je beoordelen, 15 mei, maken we een balans op. En 15 mei gaat het ook over wat je de kiezer te bieden hebt. En ik vind het veel relevanter of de plannen die we nu hebben voor de toekomst goed zijn, dan of de Partij van de Arbeid 4 jaar geleden het licht nog niet gezien had. Nee, want het tweede wat ik u zou willen zeggen, uit een los van een context zijn. Het tweede wat ik wil zeggen is dat we in 1994 een minister van Binnenlandse Zaken hadden die nog niet eens wist hoeveel politieagenten er waren in Nederland. En dat we nu met Klaas de Vries op Binnenlandse Zaken in ieder geval weten, niet alleen weten dat er 43.000 zijn, maar die er ook nog voor gezorgd heeft dat er 3400 bijkomen. Dit kabinet heeft wel degelijk iets gedaan op het gebied van veiligheid en justitie en criminaliteitsbestrijding. Dat doet verder niets af aan het feit dat er grote problemen zijn. Daar zijn ook verschillende oplossingen voor aan de orde op 15 mei. Maar laten we nou niet doen alsof de problemen van vandaag de dag te maken hebben met het feit dat wij met z'n allen 8 jaar uit onze neus hebben zitten vreten. Want dat is dus niet het geval. Maar bent u ook niet een beetje bang voor een soort electorale nachtmerrie? 11 zetels naar beneden. Nog iemand die toch niet onsympathiek staat tegenover de Partij van de Arbeid zegt, ik weet niet, voorlopig blijf ik thuis. Na het multiculturele drama beschrijft u nu het politieke drama. Dat moet het toch voor u toch problemen in zich. Nou, leuk is anders. En ik beschouw elke opiniepeiling waarin wij op verlies staan, ook al weet je dat er nog een heleboel kan gebeuren tot aan de verkiezingsdatum, beschouw ik als een stevig signaal dat je toch vooral moet kijken of je het goed doet. Maar afgelopen woensdag, Feyenoord kwam ook met 1-0 achter en sloot glorieus winnend af. Wat Scheffer, hè, iemand die bij wijze van spreken tot het gedachtegoed behoort en tot de kring van de partij met zulke fundamentele kritieken komt. Ja, maar ook Scheffer, als ik dan nog zelf ook eens een voorbeeld mag noemen, ook Scheffer moet beginnen met naar de feiten te kijken. Scheffer heeft in dit debat ook tot 2 maal toe de WO genoemd. Ik weet niet of hij de cijfers kent rondom de WAO, maar het aantal WAO'ers ten opzichte van het aantal werkzame mensen in Nederland ligt op dit moment op het niveau van 1982. Ja. Dat miljoen waar het vandaag over gaat is hetzelfde miljoen als waar het 10 jaar geleden over ging, terwijl er veel meer mensen werken. Maar u moet niet doen alsof er sprake is van een achteruitgang. Dit kabinet heeft 3 baanbrekende wetten op het gebied van ziektewet, reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers en premiedifferentiatie ingevoerd. Er is niet stilgezeten. Dat is niet voor u voldoende. Ja, ik stel gewoon vast, en ik denk dat dat toch echt moeilijk te ontkennen is, dat er gewoon een verschrikkelijk geharrewar is over die WAO-wetgeving. Het sleept nu al jaren voort. Er is geen structurele oplossing voor gevonden. Ik zie in de Partij van de Arbeid, maar ook bij het CDA, zie ik een verschrikkelijke aarzeling. Omdat men bang is natuurlijk voor de electorale consequenties van de een en ander. En dat vind ik, is voor mij een samenvatting waarom ik zeg dat zijn verloren jaren geweest. Ik moet het afronden. Ik zie daar gewoon eens een verschrikkelijke vermijding om maar dit soort regeringen te maken. Als u begint met de feiten, kunt u die stelling niet volhouden. Goed. Bent u wat meer bereid nu na het verhaal van Bos om te zeggen van nou, ik ga toch maar wel naar de stembus. Nou, waar ik in ieder geval tevreden over ben, is dat een gesprek mogelijk is waarbij dus niet simpelweg, laat ik zeggen, die kiezersbeweging die ze nu aftekenen, worden gedisqualificeerd. De Partij van de Arbeid heeft het altijd over mondige burgers. Op het moment dat die mondige burgers iets terugzeggen wat men niet bevalt, dan zijn het ineens onderbuikgevoelens. Ik ben blij dat we daar ver weg bij zijn gebleven. Want dat was tot nu toe, was dat de overheersende reactie op dit soort kritiek. Dus hoeveel meter van de stembus blijft u nu verwijderd? Ik zweef nog steeds met mate. Goed. Mag ik u allebei hartelijk danken. Spreektijd.